Dit wil je. Ik moet weg. Ik wil hier weg. Oh, waar ben ik terechtgekomen? Ik ben in Limburg, dus heb ook allemaal carnavalspullen. Ik vond het al zo verdacht leeg. Hi, welkom bij een nieuwe video en het is nog vroeg. Het is zondagochtend en wij gaan naar de kerstmarkt in Oberhausen. En dan weet je, dan hebben we een hele rit voor de boeg. Nu nog kleine oogjes, maar hopelijk gaan die snel groter worden. Ik heb al één bakje op, maar we gaan even bij het tankstation toch nog een bakje halen. Aangekomen in Oberhausen bij het winkelcentrum. En ik vond het al zo verdacht leeg. Er staan een paar auto's. Wat blijkt, de kerstmarkt is er wel. Maar het winkelcentrum niet op. Gelukkig is de markt wel open. Maar je weet het, na een rit van 2 uur ben je eigenlijk klasse. Dus ik zie daar wel een keet met toiletten. Maar ik wil het liefst gewoon binnen naar de wc. Eén voordeel dat het vroeg is, is nog heel rustig. Het is wel heel leuk. Allemaal die huisjes. Nou, Santa Claus is er ook. Dit vind ik altijd zo grappig. Frohes fest. Oh, hier is het centrum. En nou hopen dat hij open is. Ja, hij is open. En op zoek naar de toiletten. Ah, gevonden. Toiletten naar boven. Oh, blij dat ik naar de wc heb kunnen gaan. Nu snel naar het marktje. Helaas is het winkelcentrum niet open. Ja, de bakkerij is open. Maar verder niks. Nou, hier zitten dus heel veel verschillende winkels. Ook al wat geëikt hoor, wat in Nederland ook zit. Dat is wel een heel leuk winkeltje. Dat na. Jammer, ik voor anderen zo'n kerststrop dat ze kunnen kopen. Dit is echt een soort Xenos met allemaal kerstspulletjes. Dat is echt heel grappig. Dit is een leuke winkel met lint. Oh, kijk dan, die adventkalenders. Zo cute. Hey, zit er zo de TK Maxx? Ik baal echt dat het allemaal niet open is nu. Dat alle winkels dicht zijn is echt super kut. En nu even kijken bij de huisjes wat ze allemaal verkopen. Sieraden tot holschnitzerij dingen. Lekker etwas zum essen. Moet je wel zeggen. Je hebt 1 stand iets om te kopen en daarna krijg je weer 3 stands om te eten. Dat is het hier wel. Er zijn 150 gram is veel, maar ook eigenlijk weer niet. Anderen zeggen, oh, hier heb je kersen. Nou, allemaal kaarsen. Ook hele lelijke kaarsdingetjes. Hey, zo in hebben we ook. Oh, dit is toch helemaal leuk. Het lijkt ook op iets anders dat je denkt, met een mutsje op. Dit is altijd lekker, kijk dan. Jammer dat ik vegetarisch ben, maar anders hè. Nee, kent u deze nog? Oh, dat ruikt lekker. Ik sta hier echt bij gebrande mandel, dus gebrande amandelen. Die ekken zien we nog een hele rits van huisjes. Ik dacht, dit was het al, maar het zijn er best wel veel. Maar moet ik zeggen, om de 2 is het eten. Dus als je honger hebt, is het leuk. Maar het is nog vroeg. Maar ik moet zeggen, ik heb ook wel zin in zo'n rijbekoek. Ah.
Nu in de winkel alleen maar honingproducten, met kaarsjes, tot crèmpjes, lippen, noem maar op. En ik neem deze dus mee. En het is dus crème met honing, van honing. Het schijnt heel goed te zijn. Allemaal sieraden. Nou, echt dat je niet echt heel blij van wordt. Van die Deutsche Schmuck. Ik kan er niet van. Dit is wel heel grappig. Het zijn dus ringen gemaakt van lepeltjes. Kijk dan, hoe leuk. En hier ook grotere. Dat vind ik wel heel grappig eigenlijk. Die oude lepeltjes. En daar maak ik gewoon ringetjes van. Grappig is, ik heb van mijn ouders zo lang van die oude lepeltjes. Daar kun je dus gewoon ringetjes van maken. Ik ben zo grappig. Het zijn wel heel groot, dus voor mij helemaal goed. Maar ik draag geen zilver, dat is zo jammer. Nou, ik heb hem weer gevonden. Ik ben eigenlijk een sukker voor Duitse woorden. En suikerwatte vind ik leuker dan suikerspin. Oh, heerlijk. Nou, het tentje met de rijfkoekjes heb ik gevonden. 3 voor 3,50. Maar ik heb er 1 genomen. Die ga ik eigenlijk lekker opeten. Nou, we gaan de markt verlaten. Wat heb ik gekocht? Alleen maar iets om te eten. Dus die rijfkoek en daarna ook nog käsespretzel. Dat vind ik ook wel heel erg lekker. Nu op naar Düsseldorf. Changing plans. In plaats van Düsseldorf zijn wij niet zo ver naar Duitsland ingereden, maar iets meer terug richting Arnhem en Nijmegen. We zijn naar Kleve. André zag dat er in Kleve ook een kerstmarkt was. Dus daar gaan we nu een kijkje nemen. Veel Nederlanders hier, meer dan net in Oberhausen, omdat het natuurlijk echt een grensstadje is. Het is dat het op de weg lag, maar om hier speciaal naartoe te gaan, niet echt te moeite. Gelukkig, de winkels zijn hier wel open, maar we moeten altijd weer plassen. Alweer, zei ik het ook, dat er zo in. Het is best wel koud, dus dit, oh, zo lekker. Ik hoef niet meer te plassen, blijf je gewoon de hele dag staan. We zijn in de Kaufhof ingegaan, het is een soort V&D-warenhuis. En daar is gelukkig een toilet, dus daar gaan we even gebruik van maken. Nou, je ziet het, dit is echt een soort V&D, ja, eigenlijk. En het is ook echt heel druk hier. Dus in Duitsland werken dit soort winkels is wel heel goed. Maar weet je waar ik nou op zoek ben? Ik wil sloffen hebben. En in Nederland vind ik het gewoon nergens. Maar het mogen best wel hele lelijke dingen zijn. Dus dat wordt mijn zoektocht voor vandaag. Nou, hier heb je leuke slofjes. Vanuit de roltrap zag ik ze al staan. Oh, dit wil je. Dit wil je. Allemaal sloffen, maar niet leuk of lelijk genoeg voor mij. De winkels, dus alles is open. En wat ik altijd heel leuk vind, is de DM. Het enige, ik zie dat het heel druk is. En ik heb eigenlijk ook wel zin in koffie. Verder qua winkels, hè? Het zijn best wel allemaal oude mensenwinkels, als je snapt wat ik bedoel. Dus, maar ja goed, hè, mijn zoektocht is zijn sloffen. Dat zou bij die oude mensenwinkels natuurlijk heel goed moeten kunnen. Maar we gaan nog even door, kijken wat ik toch nog iets tegenkom. Oh jeetje, wat is dit? Wat is dit voor winkel, joh? Maar dit zo. Nou, we hebben een tentje gevonden waar we lekker koffie zijn gaan drinken. Wat niet heel druk was. Maar ik heb nu een latte. Ik zou zeggen cheers. En ik kon het niet laten. Ik heb ook nog iets erbij genomen. Lekkere kezetorte. Nou, ik heb het niet opgekregen. En de koffie ook niet. Als ik hier lang blijf zitten, kak ik helemaal in. Had ik een schaar. Heel even naar binnen weer DM. Meestal ga ik, als ik in Limburg ben, altijd even over de grens de winkels bezoeken in Duitsland. En dat is dus ook een DM. Maar hier is altijd alles veel goedkoper. Maar ik zag naar een rij en dacht, oh, ik heb er geen zin in. Iemand had deze zilver shampoo mee vanuit deze winkel. En ik heb nog 2 mascara, dus dat ga ik meenemen. Dit is echt zo'n soort van haren en dan een Duits. Kijken of ze hier sloffen hebben. Ik moet weg. Ik wil hier weg. Oh, waar ben ik terecht gekomen?
In een winkel met alleen maar monsterlijke schoenen. God, nee. En ook geen sloffen. Heel snel naar buiten, heel snel naar buiten. Nu bij een winkel, street style. Nou, deze style. De tijd heeft stilgestaan. Oh, wat een erg kleren. Sorry, ik wil echt niet afzeiken of zo, maar dit is voor inspiratie of kleding. Niet doen. Ik heb ze gevonden. De kroksloffen. We zijn nu in een soort kickwinkel. Allemaal goedkoop en zo, wie weet. We hebben hier wel slofjes. Hier is wel hangertjes en die hebben we dus nodig. Die neem ik wel mee. Ook heel veel kerstspullen, zoals je kan zien. Hier is ook allemaal woondingetjes. Voor de badkamer, dekbedden. Nee. Hey, en wat zie ik hier? Sloffen. Nou, zit er wat bij? Nou, ik vind deze niet eens heel lelijk. Misschien neem ik die wel gewoon mee. Maar gewoon mee, dan heb ik iets. En let's go naar de uitgang, naar de kassa. Ik ben geslaagd. Ik ben een rommond. Dat je denkt, nou hoe dan? Waarom dan? Nou, ik heb net een gastles gegeven aan een ROC-opleiding. Superleuk. En ik dacht, nou, ik ben een Roermond. Laat ik even gaan kijken wat voor kringloops hier zitten. En guess what? Het Goed in Roermond. Ik was er nooit in het Goed filiaal geweest. Dus ik ga even een kijkje nemen. Gelijk valt me op. Echt superleuke opzet gewoon. Oh, mijn leuke dingetjes. Pathema, kerststemming. Wat dit is, maar het lijkt wel zo'n soort trilplaat. Ik vind het echt heel leuk opgezet. Ze hebben ook alles heel netjes, heel ruimtelijk. Dus je hoeft niet bang te zijn dat je het afstoot. Maar echt, ik word heel, heel blij van, alsof het hele nieuwe spullen zijn allemaal. Het is ook heel leuk. En kijk wat ik zie. Die superleuke glaasjes. Die ga ik wel meenemen. Erg leuk, 95 cent per stuk. Die zijn ook heel leuk. 35 cent. Oeh, die zijn mooi, die stoelen. Qua kleur, joh. 15 euro per stuk ook. Naast kerstspullen ook allemaal kerstkleding. Tenminste, feestkleding. Ik ben in Limburg, dus heb ook allemaal carnavalspullen. Bij de mannen zie ik echt deze blazer. Onwijs mooie kleur. En ook deze. Oh, allebei double breasted, natuurlijk helemaal mijn ding. Proberen. Nou, leuk jasje, maar net iets te klein en ik vind 15 euro dan iets te veel. Nog zo'n mooie, maar ook weer te klein. Heel jammer. Deze is toch helemaal te gek. Het lijkt op eentje wat ik heb, maar die neem ik wel mee. Iets wat ik nooit zou kopen bij de kringloop is dit. Toen ik 15 was, had ik echt zo'n jas helemaal te gek gevonden. Dus ik denk, doe maar niet, Edith. Ik
Iets wat tegen schoenen in 41. Tussen deze stijl. Nou, ik heb twee dingen. Of eigenlijk drie. Twee glaasjes en een tasje. Dus ik ben heel blij. Leuke dingetjes.